Ja. Hij zag kaper springen. Ik zag zeker kaper springen. Dus hij gaat... Wat ga je nou doen? 2 of 3 hengels met z'n? Ik ga 3 op de zeg. Oké. Ik ga 3 op de bodem. Dat zijn er 4. Oh. 3. 3 op de bodem. 3 op de bodem, ja. Mooi zo. Dus we hebben in totaal 7 hengels. Dus we gaan kijken. Omdat... Ik zeg binnen 2 uur de eerste vis. Voor jou? Ja. Oké. Okay. Zondag voor mij hadden we op paar ruim met de eerste vis. Wat? Nee. Nee, daar gaan we niet voor. Ik ga gewoon voor 1 vis op de zeg. Ze hebben gepaaid van de week, dus ze hebben honger. Het is goed weer, de luchtdruk is omlaag, alles is goed. De wind staat onze kant op. Ze ligt nou aan onszelf. Ja, dat liggen meestal, hè? Ja, maar de laatste keren was het warm. Ja? Niet zo, jongen, een schapenkoep. Hé, hey, Sean. Ja. Je lijkt wel een beetje op Jacob. Ja, poedel. Hé, hey, frek de poedel. Nou, we zijn aangekomen, hè? Ja, we zijn zeker aangekomen. Nou, we komen op het stek. En, al karpen gespot. 2 karpers. Ik vergat dat record te drukken. Was weer veel te enthousiast. Ja, nee. Too slow. Veel te laat. Oh ja, maar dat is voor heel mijn leven, ben ik al te laat. Dus we gaan snel die boot uitlaaien. En dan is het fishing time. Yes. Nou, 3-6 gemaakt. 2 gele, 1 zwarte. Zwarte in de midden. En dan de geel links en rechts natuurlijk. Wijs veel zin in. Ik ga nu even kijken waar ik moet gaan vissen. Het schijnt 16 meter diep te zijn. Dus er wordt een aardig stukje van de bodem af. 6 zijn 2 meter lang. Dus weet ik heel goed hoe diep ik daar aan het vissen ben. Van de startoog tot aan de molen is het 70 centimeter. Dus als ik iedere keer 70 centimeter doe, dan plus die 2 meter, dan gaat hij iedere keer 70 centimeter omhoog natuurlijk. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is. We gaan het zien. Tot zo. Hey, Jordi ook van de nul af? Ja. De keer hiervoor was het verdoemd om mis te gaan. Marco en Jordi op pad. Altijd wel super gezellig, maar dit kwam er nooit op de kant. Ja, 1 keer. En nu hebben we er al 2 binnen een half uur vissen. Lekker man. Mooi spiegeltje. Goed bezig weer. Jordi van der Nesch. Hoppakee. Prachtig visje. Inderdaad. Gaan we even voor wat groters. Ja, super zo. Dadelijk de barbecue aan en dan super gezellige avond zo. Zo, hengeltjes uitvaren. Ideaal hulpmiddeltje. Een zigcontroles, hoe ik het ook noem, of de zigdroppen, net hoe je het wil noemen. Met een magneetje haak je bevestig je haak eraan, rol je hem op. En dan is het gewoon uitvaren naar de stek. Het mooiste is nou ook autopilot erop, dus we kunnen iedere keer naar de precies dezelfde stek varen. Zonder dat we hoeven te zoeken, dus dat is ideaal. Eerst zijn we al gedaan, die liggen op 1,5 meter onder de wateroppervlakte. Deze gaat op 2 meter met een zwart foompje erop. En de derde hengel die gaat ook denk ik rond 2 meter, 2,5 meter met een geel foompje. Dus voor nu, snel de hengel doen en dan zien we jullie straks. Ja, zoals je kan zien, 2 hoompontjes gemaakt. Linker hengel nummer 11, 15 is de middelste. Dus nou drukken we op home. En dan komt de boot terug. Ideaal ding. Ik heb er nou een paar weken, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik zou het niet meer zonder kunnen. Ondertussen is Jordi ook zijn hengel, weer uit aan het varen. Mooi spiegeltje van net. En we gaan het meemaken. Het ligt er echt onwijs goed bij. En ik heb er wel vertrouwen in. 2 hengeltjes al uitgevaren op de zich. En dan hopelijk de derde. Ook heel snel. Voor nu over en sluiten. En tot straks. Zo, hengeltjes liggen weer in. Even voor de... Reminder, voor de duidelijkheid. Links, 1,5 meter onder wateroppervlakte. 2 meter onder de wateroppervlakte. En 3 meter onder de wateroppervlakte. Dus nu is het afwachten. We hebben ondertussen alweer 2 vissen hier in de slin. We zijn even wachten op Jordi. Die is even zijn hengels weer opnieuw uit aan het varen. En ik ga even mijn boot terugbrengen. Tot ziens.
Ja, hengels leggen in. En ondertussen hebben we natuurlijk ook niet stilgezeten. Twee mooie 20-ponders. En een mooie 30-ponder. Dus we zijn goed van start. En ja, hoop op meer. Deze zijn we nog even doen hier. Net hier onder het kantje uitgelegd. Daarachter. Twee struiken. Dus ja. Super. Jordi is nog met zijn hengels bezig. Ik ga deze even goed leggen. En dan ga ik de barbecue aansteken. Ik ga nou die hengels eens doen, want het duurt in en uit met jou vandaag. Nee, het duurt helemaal niet in en uit. Ik ben fucking on fire, jongen. Hey, je moet niet vloeken, oh, ja. Want dit komt op de Marco Tetro's vlog. Hè? Dit komt niet op de Nash Pink. Ik ben super, super on fire. Oh, onwijs gaaf, zeg. Ja. Oké. Okay. Nou even het mijn weerhaakje plat drukken. Wat normaal super goed gaat. Ja. Nou, waarom doe je dat eigenlijk? Nou, we vissen wij, nee, wij denken aan het milieu. Kunnen we wel milieu? Denken dat we gesponsord zijn, maar gewoon opnieuw gebruiken alles. En dan kun je dus met die weerhaak... Ja, waarom knijp je die plat dan? Kijk, ga ik je nou laten zien. Waarom? Kijk. Ja. Hey, deze. Die nieuwe Stronghold Beats. Oh ja, fijne zuinige. Op een miljoenen budget. Kijk. Daar gaat het. Ja, ik snap dat niet. Ik raak altijd alles kwijt. Oei. Oei. Ja. Nou. Gaan we dan, hè? Ja. Oké. Okay. Gaat helemaal los. En wat ik straks zei, we hebben er nog vier hier in de slings. En dit wordt nummer 5. Als je meewerkt. Goed. Nog netje. Hoppakee. Kijk eens aan. Achterspiegeltje. En net wat Jordi al zei, denk dat hij 15 minuten in lag. Misschien 20 minuten. Onwijs gaaf. We hebben er nog vier hier achter ons liggen, maar Jordi wil de hengel ook nog terug doen. Dus we gaan deze snel terugzetten en op naar de volgende. De volgende moet heel die zooi erachter, maar dat laat ik dadelijk al zien. Deze gaat terug. Wat een toestand allemaal. Huppakee. Nou, hengel erin en ja met die... Zoals ik eerder zei vanmiddag, de vloek is zeker doorbroken. We hebben geen enkel moment stilgezeten op de stoel. Achter elkaar ging de hengels af. Moet je eens kijken, wat een prachtige schub. We hebben nog 4 vissen om te laten zien. Ah, gaat achter elkaar door. Wat een supermooie vis. Nee. Oh. Brazen. Ja, dat is brazen. Laat me even dan. Dit was de boosdoener. Mooie brazen. Nou, de mat. Kijk eens, een unit. Linker ding. Nou, snel taken, want dan moet die ook weer. Ja, brazen is weg. En nou die prachtige spiegel van Jordi. Super mooie spiegel. Ja, een minuut nadat ik hem inlegde, liep hij er al vandoor. Eens kijken wat een prachtige vis. De grootste van het stel. Kijk hoe die prachtige schubben erop. Dan heb ik nog 1 vis om te laten zien. Marco nog 1 vis. Dan gaan we
de barbecue eindelijk aanslingeren, want ik heb trek. Ja, je honger en jij. Ja. Honger. Lekker sjoe, hoor. He? Heerlijk. Op naar de volgende. Zo, laatste vis voor mij. En ook weer een prachtige spiegel. De overschakeling naar grote haakhaas bracht ook direct grotere vissen. Dus we gaan de hengels nog even een keertje opnieuw doen. Marco laat nog even zijn vis zien. Dan gaan we er nog een gezellige en mooie avond van maken. Zoals je ziet, geen vis. Weggezwommen, was nogal wild. Jonge homer, dus die zit vol testosteron. Niet zoveel als mij natuurlijk, want ik wil een dagje ouder. Wat we nu gaan doen, we moeten nog 4 hengels doen. Dus dat gaan we nu doen. En daarna janken we die barbecue aan. Net wat Jordi al zei, barst van de honger. En die T-bone die gaat er zeker in. Hengels. Ja, net met de barbecue bezig. En dan krijg je een hele rare aanbeet. En dan resulteert, ik dacht eerst brasem. Dan resulteert een klein mooi spiegeltje. Ik ga hem snel onthaken en dan gaat hij mooi terug. Dus ik laat hem nog ineens zien. Dan kan ik de hengel weer terugvaren. Ja, heel vaak zie. Dus het kan wel eens een heel druk weekend worden. Laten we het hopen. Tot ziens. Huppatee. Nou, zitten we net lekker aan de barbecue. Gaan we alweer een wegtrekker. Nou, even die aan de kant leggen, anders verbranden ze. En ik heb hier, bots. Even Jan uit je bakkers. Ja. En, voelt hij goed? Ja. Meen je niet? Maar dan is wel mijn beurt dan. Ja, is goed. Nee joh, dril nou maar gewoon. Hè? Oh. Dag. En die wilde jij gewoon aan mij geven, hè? Je bent ook een chappie ook, hè? Hé? Hey? Marco, wil jij hem hebben? Nee! Wel gewoon citrus eraan. Wat deed je nou eraan? Monstersteur. Ja, een monstersteur. Ja. Dan vang je monstersteuren mee. En ja. Nou, daar. Eentje is een keer. Ja, nou, ik heb een keer de eentje. Je weet wel, als er één komt, volgen daar. Nee. Wat? Dat waren ze lang geweest. Kapers zijn actief. Ja, steuren niet dan. Er zwom er net toen straks eentje door mijn benen heen. Ach ja. Ach ja. Is ook wel weer lachen, hè? Ja. Even. Zo. Zo. 3, 2, 1. Hoppakee. Hoppakee. Nou, de barbecue is er net eindelijk aan. Hengels goed weggelegd. Binnen een half uur gaat dit weer vandoor. Ja, een prachtige steur. Mooi kaviaar van maken. Ja. Ja. We gaan eerst even wat eten, want we barsten allebei van de honger. En dan doen we de hengel alweer terug. Prima, startplan. Gaat ie. Heb je er zin in? Net ie. Net naaien. Hey, hi, bye. Yes. We hebben een vriendin. Ja, en toen, daarna? Niks. Wat niks? Zit die Jochs? Nou, we smikken koning. Hebben we wel verdiend, hè? Hey. Yo, we hebben het echt verdiend. Niet normaal. Man. Kippetje, nou lekker. Die boontje nog. Je wordt weer goed verzorgd voor het vlees. Zoals gewoonlijk. Nou, hier gaan we even van genieten zo. De doodles. Een hele goede morgen. En het is een beetje later dan gepland, maar we hebben een drukke nacht gehad. Een paar vissen gevangen. En we hadden besloten om een lekker een uurtje te blijven liggen. Jordi wordt wakker. We gaan lekker een bakje koffie zetten en dan gaan de hengels weer terug. En dan hopelijk op weer wat actie voor vandaag. Dus voor nu, koffie zetten, hengeltjes doen en tot straks. Zo, de eerste is een feit op de zich.
Het is hectisch, want hier ligt er alweer eentje van Jordi. En terwijl we bezig waren met de zeks, liep deze af. Oh. 40, hè? Minimaal. Kom maar bij die papa. No worries. Hoppakee. Ja, Marco. Ja. Dat is wel echt een hele goede vis. Dan noemen we een kat een bakje, of niet? Ja, 100%. Oké, snel onthaken. En dan gaan we even die vissen doen, want het is weer chaotisch. Zoals gewoon, hè? Ja, nu wel. Oh, je ziet het. De boyenhaal zit nog in de mond. Ik was net bezig met de onderlijn klaar aan maken om die hengel terug te leggen, waar die twee bakken vandaan kwamen. En Marco's hengel gaat er weer vandoor. Dus even focussen op de drill. Hij zit even in de takken, maar het gaat goed komen. Kijk, zo doen we dat. Hey. Zo doen we dat zeker. Dus okay. Nou gaan we even 1, 2, 3, 4, 5 hengels opnieuw doen. Wat een chaos, maar we klagen niet. Nee. Zeker niet. Nou. Goed waard. Teng X, geen obstakelhaak. Nou, nou. Mij niet bellen, hè? Die gebruik ik al 300 jaar. Een grote bende hier. Ja. Controles, boten die nog aan de steun hangen. Kijk, Jordi die de vis aan het taak is. Monsterschrimp met een citruspop-upje. Yep. Doet het hem? Inderdaad. En? Oh. Je had niet laat. Het lood. Ah, een nieuwe lood. Nieuwe lood. Het is geen vlug, maar normaal gesproken zijn ze voor de PPA-zakjes, maar. Ik vind het dus wel zodanig dat het meer een center shocking systeem is dan een PVA loodje. Dus geluk bij een ongeluk. Alle dank aan de productontwikkeling bij Nash voor deze multi-inzetbaar loodje. Nou, we gaan even die vissen doen. Hey. Ja, dat is denk ik ook wel een 30e. Ja. Want ik heb vrij grote handen. Ja, wij mannen klauwen jij. Lekker man! Hoppakee! Deze. Echt compleet gekkenhuis. We zeggen net tegen elkaar, kunnen we eindelijk lekker een bakje koffie drinken. En Jordi zit met zijn vrouwtje aan de telefoon. Volle run weer op de middelste hengel. Op de middelste de rechter, want je hebt er maar twee leggen. En we zijn weer aan het drillen. Andere kant liggen er alle vier hengels eindelijk in. Maar hoe lang weet ik niet. Die ene ligt, die staat nog geen slip op. Zou ik dat zo maar even gaan doen? Ja, ik denk het wel. Ja, het is wel een startplan. Ja. Ik ga verder hier met drillen en dan komen we zo weer bij je terug. Met of zonder vis, weet je nooit bij die onderlijnen van Jordi. Nou, ik dacht dat het echt een dikke joekel was. Het is ook een dikke joekel, maar van de joekel van de steur. Ga je straks even oppakken? Ja, hey, unlucky. Ja. Ik geef wel weer aan dat de onderlijn van Jordi, die verse die hij eraan heeft gisteren. Hangen, dat hij al sterk genoeg is om deze unit van de steur te kunnen temmen. Hoppakee. Nee, niet zoals gisteren.
hier blijven. Zullen we ook niet losschieten, hè? Nee. Nee. Een steur. Niet normaal, ik dacht eerst dat het een mooie karper was, maar niks meer bleek minder waar. Kijk eens aan. Of niet, hoor? Ja, zo, overdag is er niet zo'n probleem tussen de kapers door. Af en toe is het wel leuk, hè? Maar niet zoals in het verleden tot alleen maar steuren vingen. Nee. Dus laten we deze snel terugzetten. En dan gaan we één hengel doen en dan gaan we aan de koffie. Want ik barst van de koffie. We hebben echt cafeïne nodig. Cafeïne. Nou, deze gaat terug. Zo, daar zitten we dan. Eindelijk lekker bakje koffie. Met een beetje water op mijn lens. Eén moment. Ja, wat beter. Ja. Mooi. Dus, ja, weer een hectische morgen. We even wennen, mijn iPhone filmen. Nou, ik zit iedere keer naar hier te kijken, normaal gesproken. Maar daar, bij het groene puntje, daar moet ik kijken. Ja, hectische morgen. Onwijs veel vissen weer gevangen in een hele korte tijd. En ik moet zeggen, een paar juweeltjes. Volgens mij hebben we 42ers in de sling liggen. Jordi is even nog even een hengeltje uitvaren. En dan gaan we ze even allemaal op de gevoelige plaats zetten. Volgens mij 42ers en nog 3 kleinere vissen. Waarvan de, volgens mij kleine, nog 31er. En een mooie 20 en nog een, ja, die schub die we natuurlijk op de zicht hadden. Niet vergeten. Ja, missie geslaagd. Ja, we hebben nog een nachtje. En we gaan er volle bak tegenaan. We lopen wel te zeuren. Want poof, hè, zal zijn om een bakje te drinken. Nou, ik heb een lekker bakje nu. Hè, daarvan ga ik even genieten. Ik heb al een paar keer een piepje hier onder de hengel, onder de kant. Dus een paar pakjes staat alweer klaar. Hopelijk tot een vis. Nou, gaan we koffie doen en tot straks. Cafeïne! Koffie. Koffie? Ja. Lekker bakje, hè? 100. Manneke is moe. Ja, ik ben moe, ach, ja. Manneke is moe. Nou, dan heb je wel een dikke pak koffie verdiend, of niet? Jazeker. Ja. Ja, alles is klaar. Een beetje suiker erbij. Hè? Hoeveel suiker moet je erin? Ja, dat moet ik gewoon. Oh, goed zo. Nou, het is niet te geloven. We zitten net aan de koffie, net even rust en de zichthengel van Marco gaat er vandoor. Echt, wat een complete chaos. Helaas, volle fluiter op de rechter zichthengel, even eraan en helaas schiet hij er nou los. Ik weet niet wat er gebeurd is. Het is een lijnbreuk denk ik. Nee, gewoon een losse. Niks aan te doen, gebeurt wel vaker. Niet zo vaak, ja. Zelfde hengel in. Dan wil je eens even de bakkoffie, niet meer de bakkoffie. Ja, wanneer is die bakkoffie drinken? Zoals Marco net al zei, hij verspeelde een vis op de zich. Bakje koffie net op. En dan gaat weer de andere hengel. Nou, de hengel op de bodem. Ah, wat een chaos. Bizar. Jezus man, ik ken echt. Ja, je bent echt... Mijn haren. Maar ja, we hebben helemaal geen tijd om ons haar te doen, Jordi. Want we vangen ons eigen helemaal de moeder hier. En ondertussen aanbeet nummer 3 vandaag op de zegs. 2 gevangen, 1 gelost. En, ja, dat was nou eindelijk even rustig, hè? Eindelijk, ja, rustig is het niet. Maar kijk maar eens op de achtergrond wie er allemaal bij is. Ja, kijk daar in de back. Ja, dat gaat niet. Oh. Dus je moet... Even de groetjes, shout-out naar Barry Botsbak. Ja, naar Barry en Sans Rijboe. Ja. Piep. Oh. Ja. Ja. Maar Marco, je staat nou wel weer te drillen, maar wat ligt hier allemaal
Nou, we hebben er nog 3 in de slings, eentje in de zak. Waarvan er, denk ik, 2 veertigers zijn. Ah, 1 sowieso en 1 spantrom. 1 spantrom. En die andere zijn een spiegel en een schub? Ja, ik denk een 15, 16 kilo spiegel en een klein schubje. Ja. Oh, dit was eerst op de zicht. Ja. Dan hebben we de juiste diepte gevonden, metertje onder wateroppervlak. Het begint te lopen. Ook al zeggen, het zonnetje komt er nou ook wel lekker door. En dat trekt ook de vis wel naar de oppervlakte toe. Oh, oh. Kijk hier, film dat maar, een mooie schub. Draai maar om in het beeld. Oei. Oei. Draai maar om in het beeld. Ja, dat kan niet toch? Jawel. Nee, moet je stoppen. Hiervoor komen we naar het oosten toe, van het land. Dikke schub in het netje. Komt u maar. Even een klein plugje tussendoor. Dit ding. Ik weet niet hoe je het noemt. Noem je dit? De zicht droppen, denk ik. Wat een uitkomst is dit, zeg. Magneetje, een haakje eraan, dan rol je hem op. En dan controle en de lood in de voerboot. Uitvaren, GPS'je aan. Kind kan de was doen. Zelfs ik. Okay. Kijk eens aan. Allereerste. Was dit de allereerste op de sik, hè? Ja. Dat hadden we gisteren al. Nee. Deze was de allereerste. Hij is weg. Hij is eindelijk weg. Oh. Ja, dat heb je altijd met de kleine hommers. Vol testosteron. We gaan de grotere erbij pakken. Kijk eens aan, wat een schub. De vang op de zich. En dat blijft voor mij toch wel de favoriete bezigheid, de zich. Foto's zijn gemaakt. Deze is een beetje wild, dus we gaan deze snel terugzetten. Dan hebben we nog een paar achter ons liggen. Nu is even de beurt aan Jordi om te schitteren voor de camera. Deze gaat terug en dan zien we je zo terug bij Jordi voor de camera. Oh, wat een beauty. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. En dat doe je. En dan gaat hij. En dan gaat hij. Wie is aan de beurt? Ik. Ja, dan pak hem dan. Lekker. Ja, of wat ik net ook had, want ik voelde achter de lijn wegtrekken. Of achter de lijn. Oh, ja, welke lijn? Je hebt natuurlijk die steur, hè. Die hebben nog wel snee en alles in hun vinnen. Als die dan een lijn oppakken, dan krijg je dit geouwe. Oké, okay. Dat is jammer. Dat is hè. Nou, eerst even de vissen doen. Ja. En dan gaan we de hengel opnieuw doen. Inderdaad. Tel maar. Wat denk jij? 1 kilo of 18. Nee. Oh. 19. Lekker. Lekker. Zeker. 19 kilo. Ja. Daar doen we het allemaal voor. Huppakee. Nou. Oh. Ja. En wat een vis ook, wat een bouw. Mag er zeker wezen, niet? Huppakee. Nou, laten we even zien voor de camera. Eens kijken wat een bouw op deze vis, hè. 19 kilo en ja, de eerste echt grote vis van deze sessie. Oh, ben ik hier blij mee. De sessie gaat echt onverredelijk goed. Zoals ik gisteren al zei, 2 keer hiervoor waren echt Stur Village. Maar nu zitten we echt vol op de karpen en zijn we echt goed aan het vangen. Dus ik laat nog even de andere kant zien. En dan gaan we ook weer de hengels opnieuw doen, want tot nu toe liggen er nog steeds 2 op de kant. Wat een vis. Zo, de andere kant. Deze kant heeft nog een paar kleine schubjes op zijn flank. Ja, wat ik al zei. Wat een sessie. Hopelijk kunnen we straks wel op tijd de barbecue aan. Moeten we op tijd kunnen eten. Want ook vandaag hebben we nog weinig gegeten. Kijk, Marco kreeg een piepje op zijn rechterhengel. Ja, we gaan de vissen doen en dan nagenieten. Super.
Maar dat eerlijk niet... zeggen. Ja, ja. Dat is, daarom doe ik dat niet met mijn getoaantje. Ja, maar ik heb werkershanden. Werkershanden, jongen. Maar til nog één keer op, maar ik dacht 22 kilo. 22,2 zelfs. Kijk. Moet je swing nog af, hè? Ja, swing nog maar 1000% 40. Hoppakee. Dan moet gevierd worden, hè? Ik heb net proberen dat blikje open te maken. Ja. Dat heb ik niet gedaan, omdat het verrekkers warm was. Ik ga geen lauw bier drinken. Is het verrekkers warm, ja? Ja, ze zijn dan moeten we terug in de... Kijk eens aan. Hoogste van het stel. Prachtige 20,7 kilo spiegel. Dus samen hard te werken. Goed samen te werken. Behalen we deze resultaten. Het is echt een hectische ochtend geweest. En de lucht is aan het betrekken. Volgens mij krijgen we dadelijk wat regen. We kunnen de pret alleen maar nog meer verhogen. Want weersomslag is altijd goed voor de kapers. Nou, we gaan deze op de gevoelige plaat zetten. En dan kan deze toch. Wat een dag is het vandaag, zeg. Happy Saturday. Nou ja, als jullie deze video liked en abonneert op mijn YouTube kanaal, hè, dan gaan we wel weggeven, Jordi, denk ik. Ja? Ja. Wat gaan we weggeven dan? Ja, dat zien we dan wel. Wat zullen we weggeven? 5 kilo citrus? Ja, omdat dat het is, zeg maar, waar wij nou flink mee aan het vangen zijn. Ja. Is dat misschien wel leuk om weg te geven? Ja, of 6 vangen we ook heel goed mee. Maar ja, ja, maar meestal wel op de citrus. De citrus. Ja. Ja, het is ook niet zo mooi weer voor te zeggen. Nee, waait het knijt te hard. Waait, knijt en toch vangen. Toch en, vangen we. Ja, maar toch, het zonnetje kijk is goed. Want, ja, want als je dit zo doet, kijk, daar heb ik een vrouw. En ja. Dan... Het is helemaal wit. Dat is niet goed hoor. Ja. Nee, nou. Oké, dus. Abonneer en like deze video. En dan maak je kans op 5 kilo citrus. Oh ja, wil even jongens, Jordi wil even laten zien waar hij mee vist. Ja, het is vrij simpel, want we zijn al erg goed aan het vangen. Wat ik daar gebruik is de slip D. Kunnen we snel de haak verwisselen. Ja, 20 mm citrus en de nieuwe monsterschip pop-ups. Ja, en dat is wat het nou doet. Super simpel. Ja, toch effectief. Dus we gaan hem weer klaarmaken en hem nu invaren. Ja, zeg, kom op, het is al praatje, jongen. Ja, nee, we gaan eerst... Eerst barbecue. Dat hebben we afgesproken. Ja, goed zo. Maar mijn hoofd zegt dan van karpen. Ja, nee, maar mijn buik zegt eten. Ja, misschien wel makkelijk, want gisteravond was het ook pas half 12. Half 12. Nou, dus. Ophangen nu. Doedels. Eten. Ja, eten. Hallo. De barbecue staat lekker aan en tijd om er lekker wat te gaan smikkelen. Maar ondertussen is Jordi weer natuurlijk aan het rillen. Vaarde net hengel uit en voordat hij terugkwam zat er alweer vis aan. Ik zei pak hem maar, want ik ben bezig hier met de barbecue. Dus ja, dat moet ook gewoon gebeuren. En dan kan ik beter bij de barbecue blijven. Dan weet ik zeker dat het eten goed is. Kijk, hij is al aardig aan het gloeien. En dan gaan we zo lekker smikkelen. Ik ben benieuwd wat voor vis die eraan heeft. We hebben toch wel een paar mooie weten te vangen van vandaag. En ja, dan mag de pret natuurlijk helemaal niet drukken. We hebben het ontzettend aan ons zin. Het weer is goed. Een beetje muziekje op de achtergrond. Want het festivalseizoen is natuurlijk weer begonnen. We gaan lekker genieten nu van de
barbecue en dan ook nog een biertje erbij. En dan hopelijk kunnen we jullie dadelijk weer een mooie kaper voor de camera tonen. Voor nu, smakelijk eten en tot straks. Terwijl Jordi even weg is, kan ik even uitleggen wat de bedoeling van deze video's is. Natuurlijk onze passie voor kaapvissen aan jullie te laten zien. Hoe we het allemaal aanpakken. Maar ik doe het voortaan via mijn iPhone. En ik moet zeggen, het is vrij makkelijk en vrij handig om het allemaal via de iPhone te doen. Dus deze video's komen op mijn eigen YouTube kanaal. Ik ga nog even kijken voor wat voor titel ik moet gaan verzinnen. Maar dat komt ook allemaal goed. Ja, het is een hele nieuwe aanpak. Geen systeemcamera's weer meenemen. Gewoon mijn iPhone. En dat gaat vrij goed af. En het is ook leuk om te doen. Normaal gesproken moet je altijd weer je andere camera's pakken. Een hele hoop instellingen doen. En statieven erbij. En dit is gewoon vanuit de vrije hand. Een beetje een tip voor iedereen die dat wil gaan doen. iPhone 15 Pro. Vlog kun je er ook bij. Vlog kun je ermee schieten. En voor de beginners heb je heel veel opties. Je kunt slow motion kun je doen. En allemaal een hele goede kwaliteit. Dus geen dure camera's. Al moet ik zeggen, een iPhone 15 Pro is natuurlijk ook wel redelijk aan de hoge kant. Maar je loopt ook niet mee te sjouwen met lenzen. Je kan er gewoon alles gewoon instellen. Dus ook de f-stops. Dat is volgens mij van 2.0 tot 10. Maar ja, ik kan het natuurlijk niet vergelijken met een echte systeemcamera of een echte videocamera. Maar ja, ik weet niet. Maar dit doet zijn werk ook goed. En ik moet zeggen, tot nu toe vallen de beelden mij prima. Je kan het wel een beetje zien dat het een beetje kunstmatig is. Maar ja, boeien. Voor nu, genoeg gepraat. Barbecue staat achter, lekker te smeulen. Ik wacht op Jordi tot hij terugkomt en dan gaan we lekker eten. Tot ziens. Die mooie schepje gevangen of niet, Jordi? Ja, zeker. Ik laat hem zo even zien en dan gaan we ook kijken wat bij jou eraan hangt. Ik wou net zeggen. Zoals Mark dan net al zei, ik net een mooi schepje. Het was even rustig, maar de vissen komen dan weer in een rap tempo achter elkaar aan. Dus deze laten we zo zien op de film. En dan gaan we kijken wat Mark er nou aan heeft. Oh, weer iemand aan de deur. Kijk wat mooi. Aha. Zo, mooie kleur, hè? Mooie kleur, hè? Ik kom maar bij de paard. Hele mooie hoor. Hey. Jor, waar ben je? Oh, daar is hij. Een hele mooie. Echt een rijschaaf. Grijs gekleurde vis. Dat kan. Hoppakee. Zo, een lekker ruggetje. Of niet? Ja, daar doen we het allemaal voor. Hè? Dagen van de vrouw af. Voor een paar visjes ervan. Ja. Toppie, prachtig hobby. In een half uurtje tijd. Eentje op de bodem en eentje op de zee. Op zich goed. Nou, hier is hij dan. Echt een wijs gave vis. Dan zie je maar dat heel alle schubs hier allemaal hetzelfde zijn. Je hebt de licht gekleurde, grijze, donker, bruin vissen. En kijk eens hier. Deze past mooi bij mijn haar. Een wijs gave. Nou, deze gaat terug. Dan gaan we die van Jordi erbij halen. Oh, die heeft wel een paddel erop zitten hoor. Helemaal nog ineens gezien. Prachtig. Nou, deze gaat terug. Op naar de volgende. Oh, die hebben echt een paddel. Kijk dan, joh.
Zo, hier is hij dan. Supermooie schub. En zoals Marco net al zei, de enkele vis hier is hetzelfde. Die van Marco was een beetje donkergrijs, een flinke staart erop. Deze is meer wat oranjeachtig. Supermooie vis. We waren net bezig met de barbecue. Of nou ja, Marco was bezig met de barbecue. Die hij verzorgt me heel goed. Dus we gaan het vlees erop leggen. En dan doen we daarna pas weer de hengels. Want anders komen we echt niet aan de eten toe. Dus zo chaos. Dan gaan we weer terugzetten. Wat een supermooie vis. Echt eentje voor de toekomst. Kijk. Gaat het zo. Maar ik heb me niet kennen van die telefoon nog blijven. Nee. Ja. Nee. Ja, dag en nacht zit je op dat ding. Wat nee? Ja, echt wel. Nee. Ja. Nee. Ja. Een hele goede morgen. Oh, echt weinig geslapen. Oeh. Veel actie gehad. Drie aanbeten, twee op de zik, één op de bodem. Zeven speelt helaas en één op de bodem gevangen. Dan komt hij aan, onze assenpoester. Volgens mij heeft hij helemaal niks gevangen vandaag. Maar ja, ik kan de pret niet drukken. Ja. En twee speelt op de zik, één was wel raar. Ik kreeg één piep, dat was niks. Ik kreeg een volle run op, op de bodem heen, joh. En terwijl ik die aan het drillen was, keek ik die andere aan, maar die was helemaal naar rechts gezwommen. Dus speelde ik. En daarna nog, ook nog volle fluiten. Want een uur of vier, vijf. En die speelde ik ook. Niks aan te doen. Stralend mooi weer vandaag. En we gaan langzaam opruimen. Misschien dat ik de hengels nog even erin gooi. Er ligt niks meer in. Eigenlijk wel best wel dom, maar ja. Natuurlijk de afgelopen 48 uur zoveel actie gehad. En dan even rust is ook al fijn. Nou, we gaan lekker een bakje koffie doen. Dan komen we daar nog wel bij jullie terug. Ben jij hier wel gevangen vandaag? Nee, helemaal niks, hè? Nee, maar ik zat net even. Want ik kreeg aanbid vanochtend, maar er was weer zo'n gare lijnzwemmer. Dus ik heb er even een stuk zwaarder lood aan gedaan. Toen keek ik naar jouw setje. Maar wat is daar allemaal mee gebeurd? Helemaal beet gehad. Allemaal? Ja, eentje niet. Dus oh. Allemaal. En heb je nog wat bijzonders gevangen? Had ik net allemaal zitten te vertellen. Oh. Eén klein schupje en twee verspeeld. Zo, daar was het. Was we gaan koffie drinken. Lekker. Nou joh, zit erop hè? Ja, zit erop. Boot vol glaaien. Eindelijk. Ja, of niet? Ja, niet normaal. Ja. Wat een spul neem je mee voor twee nachten vissen? Twee nachtjes vissen, kijk. Huppakee. Zeker. Hey, het was een zeer succesvolle sessie. Ja, eindelijk. Drie keer in scheepsrecht blijkbaar weer. Eindelijk. 1200 kilometer verder, maar we hebben het uiteindelijk hebben we de missie volbracht. Vis op de zig. Dus ja, dat was ook de doelstelling, maar er kwamen er nog meer gelukkig. Ja, en hoeveel aanbeten hebben we nou in het? Ik ben helemaal de tel kwijtgeraakt, maar volgens mij zijn we wel over de 20 vissen heen. Oh, dat kan best, totaal aanbeten. Ja, niet normaal wat een zesje eigenlijk. Zeker, zeker. We hadden eigenlijk dat laatste visje nog moeten bewaren om jullie te laten zien. Maar ja, teruggezet. Ja, ik heb hem niet gehoord, want ik lag in comateuze toestand. Helemaal naar de kloot als je twee dagen met deze man meegaat. Ja, alleen al door dat getetter natuurlijk. Ja, ja, niet dat is normaal. Niet zo erg. Dus nee. Prima. We gaan nu de boten aan elkaar koppelen. Gaan we naar de kant. Gaan we naar de kant. We willen jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En te liken. En dan zien we jullie bij de volgende video. Ja. Doodles. Doodles.